Ja, maar je bent zelf heel nuchter, maar dit raakt je wel. Ja, natuurlijk raakt het je. Het is, je werkt er elke dag. Je wil alles goed doen voor de natuur, voor het weiland, voor je vee. En toch, het mentale, dat is soms wel lastig. Ze staan gewoon te wachten totdat ze er buiten mogen. Ja, dus valt me nog mee dat het rustig is. Want normaal lopen ze nu al buiten? Ja, normaal wel, ja. In het nieuwe deel van de koeienstal van de familie Boesenkoolhol in Rauwveen ligt een zogeheten emissiearme stalvloer. Een vloer die minder stikstof zou uitstoten dan traditionele stalvloeren. De provincie Overijssel gaf een vergunning af voor deze verbouwing. De Raad van State zette daar echter gisteren een streep door. Uit onderzoek blijkt namelijk dat emissiearme stalsystemen minder goed werken dan toegezegd. Milieuorganisatie MOB van Johan Vollenbroek stapte daarom naar de rechter en kreeg gelijk. De gevolgen voor individuele boeren zijn nog niet duidelijk. Wat het precies betekent is eigenlijk nog moeilijk in te schatten. Waar het naartoe gaat, ik heb de adviseur wel even gesproken. Het ligt gewoon bij de provincie. Omdat de provincie is met de MOB in conclaaf. En wij als boeren zijn, ons bedrijf is daar eigenlijk gewoon de dupe van. Wat de MOB van de vloer vindt en wat de provincie ervan vindt. En zij zijn het niet met elkaar eens, maar alle boeren en gezinsbedrijven zoals wij lijden eronder. En ja, je plannen vanaf 2014 waar hij nou staat, met je schoonouders, met je eigen kinderen, ja, dat staat in één keer allemaal weer op losse schroeven. Voor boer Jeroen voelt het als onrecht. Als ondernemer was je verplicht een stalvloer te kiezen uit een goedgekeurde, door de overheid opgestelde lijst. En nu worden zaken teruggedraaid. En wij hebben zelfs al een deel ingeleverd richting de provincie uit Goodwill om de vergunning te kunnen krijgen. Want je had eigenlijk meer koeien kunnen houden? Als wij wouden, hadden wij meer koeien kunnen houden. Maar gewoon in overleg met de provincie hebben wij onze vergunning al naar beneden toe gesteld om dit te kunnen realiseren. Stel nou dat er wordt gezegd, je moet koeien inleveren. Je moet het op een andere manier gaan doen. Zie je nog ruimte? Er zullen altijd wel wat kansen en ruimte eventueel blijven. Alleen uiteindelijk, het moet allemaal wel het financiële moet ook allemaal rondgezet kunnen worden. Ze komen je al achterna. Ze willen graag op een schoon waterbed, Jeroen. Ja. Maar wat betekent dit nou voor jullie? Wat het specifiek betekent, durf ik nog geen antwoord op te zeggen. Ik denk als je met een jaar weer komt of anderhalf jaar, dat we het misschien nog niet weten. Of dat het dan uiteindelijk is, bekend is waar als de overheid naartoe wil. Of we überhaupt met z'n allen nog mogen en kunnen boeren. Soms weet je het niet meer. En wat we ook wel eens vaker over gehad hebben, uiteindelijk gaat het ook nog wel tussen de oren zitten. Ik denk dat er toch wel veel collega's ook wel mentale problemen hebben. En dat is toch een heel maatschappelijk gevaar voor onze sector. Ja, maar je bent zelf heel nuchter, maar dit raakt je wel. Ja, natuurlijk raakt het je. Het is, je werkt er elke dag. Je wil alles goed doen voor de natuur, voor het weiland, voor je vee. En toch, het mentale, dat is soms wel lastig. Maar gewoon doordoen.